Ik ben Jeroen Smit, ik ben journalist, schrijver, onderzoeksjournalist. Ik heb 2 keer een boek gemaakt, geprobeerd uit te zoeken wat er is misgegaan bij Ahold en bij ABN AMRO. 2 grote organisaties die respectievelijk in 2004 en 2008 in meer of mindere mate onderuit zijn gegaan. Ik doe dat door alle betrokkenen te spreken, zo goed mogelijk hun waarheid op te tekenen en al die waarheden op elkaar te leggen en daar dan 1 verhaal van te maken. En mijn aandacht gaat dan vooral uit, niet zozeer naar de cijfers of de strategie, maar vooral naar zeg maar, meer het menselijk gedrag. Mijn stelling is namelijk dat als mensen succesvol zijn, en dat zijn we allemaal in meer of mindere mate op enig moment in ons leven, dan komen ondeugden aan de macht. En dan gaan we denken dat het bijzonder zijn dat onze waarheid de waarheid is. Dan neemt de ruimte om te luisteren naar andere mensen af. Op het moment dat je succes hebt en mensen je bevestigen in dat succes en dat herhalen en je krijgt een interview in de krant, op televisie, dan denk ik van nou, dat is toch niet te geloven. Wat ik vind is kennelijk goed. Kees van der Hoeven, zegt die naam nu nog iets? Ondernemer van het jaar, manager van het jaar, noem het maar op. En hij was ook succesvol, die koers ging omhoog, geloofden ook allemaal. Beleggers, klanten, iedereen. Uiteindelijk ging Kees van der Hoeven geloven, werkelijk geloven, van nou ja, het is niet te geloven. Ik wist al dat ik bijzonder was. He, dat is trouwens, maar als je dan een prijs krijgt, nou, dan is het bewijs meteen geleverd. Hè. Dan moet je altijd goed op je hoede zijn. Dan moet u ook zijn op uw hoede. Een prijs is in principe een kiss of death. Als je die reconstructies aan en ABN AMRO, zie je het eigenlijk allebei gebeuren. 2 bedrijven, echt iconen van het Nederlands bedrijfsleven. Hè. Extreem succesvol. Ja, dan is dat, dan gaat het mis omdat mensen gaan denken dat ze over water kunnen lopen. Het is in de kern waar het bij ABN AMRO is misgegaan. Boven in die bank zaten 2 uitmuntende bankiers. De bekendste is Rijkman Groenink, de bestuursvoorzitter. En daarnaast zat Wilco Jiskoot, ook een fenomenale bankier. 2 mannen die iets totaal anders met die bank wilden. En wat gebeurt er als je in een bedrijf, en u herkent dat misschien wel, dat u boven u weet, in die raad van bestuur, in die directie, zitten die 2 en die vinden elkaar gewoon niet aardig. Die praten niet met elkaar, daar gebeurt niks. Wat gebeurt er dan? Dan weet je als organisatie daaronder weet je gewoon niet wat er moet gebeuren. En ik geloof dat een deel van het antwoord op de vraag van hoe kan je nou voorkomen dat mensen in hun eigen waarheid gaan geloven, hoe kan je voorkomen dat ze opstijgen, een deel van het antwoord ligt bij het organiseren van diversiteit. Probeer je zich nou voor te stellen dat je in een directie, in een managementteam, een beetje van het een hebt en een beetje van het ander. Het is dus niet een kwestie van goed of slecht. Maar als je alleen maar het een hebt, alleen maar mannen, dan kun je zich voorstellen wat dat betekent, hè, voor die tunnelvisie, voor dat gedrag, voor die korte termijn focus. Maar misschien kunnen we wel met elkaar vaststellen en afspreken dat diversiteit goed is. En dat diversiteit, ik heb nu alleen even man-vrouw gehad, maar je hebt natuurlijk jong, oud, wit, zwart. Diversiteit in algemene zin zorgt ervoor dat discussies misschien wat langer duren, maar dat de besluitvorming uiteindelijk beter wordt. Op het moment dat je mensen om je heen verzamelt die anders zijn dan jij bent, organiseer je je eigen tegenspraak. En als je dat goed doet en daar ook voor open blijft staan, dat is natuurlijk belangrijk, ja, dan word je dag in dag uit zeg maar, gecorrigeerd door mensen die kritiek op je hebben. En die vragen stellen, terwijl de neiging van succesvolle mensen is om zich te omringen met mensen die net zo zijn als zij zijn. Hè, ik vind blauw de mooiste kleur op aarde, dus ik heb mensen om me heen nodig die blauw ook de mooiste kleur vinden, dan kunnen we tenminste vaart maken. Voor een deel is het herkenning. Ik merk bij vrouwen altijd ook wel een soort van enthousiasme. Van ja, leven de diversiteit. Hè. We hopen dat er nou echt eens een keertje wat aan wordt gedaan. IT heeft in feite ligt aan de basis van de internetbubbel. Hè. Een soort enorme hoogmoed van wat IT allemaal wel niet voor mag. Ik weet, toen ik in 88 junior consultant werd bij dat bedrijf, toen hadden we allemaal als consultants, IT-consultants, vonden we ja. Een CEO? Nee, ieder bedrijf moet een CIO hebben, een Chief Information Officer. En eigenlijk moet die de tent runnen, want ja, het is allemaal informatie. We leven in een informatiemaatschappij. Dus we maakten onszelf ook groot en we bliezen ons ook op. En de tarieven gingen omhoog en de auto's werden groter. En binnenkomen, stukken cv's schrijven. In die zin denk ik dat het, of je dan hebt over Ahold, ABN AMRO of een groot IT-bedrijf, de mechanismen zijn overal in meer of minder, maar ook de overheid, maar zelfs een voetbalteam, overal zijn de mechanismen hetzelfde.